Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een meeting. Ik heb zo dadelijk een meeting met Petra in de plantage. En zij heeft ook een bedrijf wat zich bezighoudt met cultuurbouw. En ze doet dit voorlopig voor de persgroep, voor bijna 450 mensen. En ze stuurde me een mailtje, zegt ze, joh, ik vind het superleuk om dit te doen. Maar ik mis soms wel binnen mijn eigen community mensen om erover te sparren. Dus dat gaan we vandaag doen, want we doen eigenlijk hetzelfde. Maar eerst heb ik een hele belangrijke meeting hiervoor. Met de kerstboom! Die hier nog op de trap ligt. Die Sunny daar eruit heeft gegooid, die ik eventjes ergens heen moet slepen. Zodat die opgehaald kan worden. Ja, draaien en dan trekken, maar dat lukte mij dus niet. Ja, tof. Ja, ik weet dat ik altijd ben, hoor. Ja, yes, weer terug van de koffie. Hey Google, pause the music. Ik moet even stoer doen natuurlijk met mijn Google speaker. Ik vond het heel leuk bakje koffie met Petra. Het leuke is dat zij dus eigenlijk vergelijkbaar trajecten doet als ik. En ja, zij is ook heel veel aan het leren en heel veel dingen zegt ze, ja, fuck it, het voelt goed. Ik doe dit en dan haalt ze de theorie bij en zo fix it. Dus dat vind ik heel erg leuk, want ik heb een beetje dezelfde energie. Ik heb ook nog heel veel te leren. Ik heb al enorm veel geleerd dit jaar, maar ook heel vaak denk ik, oh fuck, dat moet anders. En dan, ja, je bent in zo'n continue staat van leren. Dan denk je, oh vet, ik pak een ander model erbij wat je dan nog niet zo goed kent. En dat introduceer je dan. Dat vind ik heel erg leuk in die cultuurtraject. En joh, we hebben besloten om over een maand weer een bakje koffie te doen. Want we hebben echt wel vergelijkbaar, we doen eigenlijk bijna hetzelfde. Dus het is leuk om te zien, kunnen we in de toekomst samen een keer een sessie samen doen. En zo probeer ik ook mijn netwerk te laten groeien. En dat vindt zij ook heel fijn. En wie weet kunnen we culture builders uiteindelijk met een groep mensen gaan doen. Dat is uiteindelijk mijn persoonlijke doel. Om te kijken of je mensen tegenkomt die zeggen, hey, ik wil misschien wel samen met jou culture builders verder bouwen. Maar dat is nog wat langer. Eerst moet je met heel veel van deze mensen gewoon sessies samen doen, denk ik, om elkaar te leren kennen. Dat doe ik bijvoorbeeld met Spencer. Dan ga ik mee naar Lissabon over 2 weken. Ik doe het bijvoorbeeld met Tom, die mij heeft geleerd over coaching. Die super goede coach is. Daar ga ik binnenkort mee werken bij Applecall, een nieuwe klant in Amsterdam-Noord. En zo probeer ik dat netwerk uit te bouwen en ja, dat is een beetje hoe ik werk. Nou, weet je dat ook weer. Ik ga weer door. Ciao! Zo, we gaan weer door. Ik heb al de hele tijd... ik heb hier de hele tijd zitten werken vandaag en we gaan weer door naar de volgende meeting. Ik ga nog eventjes wat laatste dingetjes doen en dan ga ik met Sunny naar de bioscoop. Yeah. En welke film gaan wij, Sunny? Eindelijk een date night met mijn man. Waar gaan we heen? The Express. Murder on the Orient Express. Almost. Maar ik heb ook verder geen idee wat er gebeurt behalve dat iemand vermoordt. Hence the title. Maar voor de rest gaan we het zien. De locaties die veranderen niet zo deze week. Sunny zit beneden te werken, ik zit hierboven te werken op kantoor. Ik ben bezig met het pre-designen, het voorbereidende werk voor een designsessie morgen voor onze sessie in Lissabon met Spencer en mij voor Atradius Collections. Ja, ik ben even door wat dingen aan het lopen. De sessie zal voornamelijk gaan over vertrouwen. Iets wat elke organisatie eigenlijk als foundation nodig heeft om een goede cultuur en goede samenwerking te hebben. Dus daar focussen we ons op. Daar ben ik nu al een tijdje mee bezig. Ik ben nu even dingen naar boven aan het halen. Ik heb de boeken weer even doorgebladerd die ik heb gelezen erover. En ik ga morgen met Spencer verder met die sessie. Het is alleen al 10:30. Eigenlijk lig ik er wel een beetje af. En Sunny is volgens mij ook wel een beetje klaar. We gaan morgen denk ik gewoon om 6:00 op. En dan gaan we weer. Eerste 3 uur van de dag ben je het scherpst. Als je dan je belangrijkste taak hebt gedaan, dan ben je koning van de dag. Good morning. Nou, ik heb de hele ochtend wat boeken zitten lezen en de sessie verder gedesigned. Ik ga er vanmiddag mee verder. Ik heb nu
10 uur een afspraak met Mark Tichelaar. En die heb je een paar vlogs teruggezien. Die had hele coole tips over je notificatie uitzetten. Eigenlijk de notification challenge. Ik doe hem nog steeds. Ik heb nog steeds geen notificaties aan van mijn WhatsApp. Van niks behalve mijn agenda. Bevalt mij heel goed. Dus voor mij is het al geen experiment meer. Maar een new way of life. Maar ik dacht, hey, misschien is het wel leuk om voor het nieuwe jaar. Misschien hebben mensen wat goede voornemens. Misschien heeft hij daar wat tips over. Ik dacht, ik ga gewoon weer even bij hem langs. Kunnen we samen weer even iets leuks opnemen over hoe werkt het nou met je hersenen. Zo, die Mark zit op een mooi plekje met zijn kantoor, moet je kijken. Echt een mooi stukje Amsterdam, vind ik. Een lekker plekje van die mooie pakhuizen. Hilarisch, hè? Vloggen is niet altijd even ongevaarlijk, want ik flikker bijna op mijn bek over mijn fiets. Dus ik ben binnen bij Mark. Jullie kennen hem wel ondertussen. En we hadden het over goede voornemens en over, ik las een statistiek dat ik geloof 82% van de mensen in de tweede week van februari al niet meer bezig is met de goede voornemens. Ze zijn allemaal al afgevallen, want ze houden het niet vol. Ja. Daar hadden we het er net even over. Super pittig. Hoe hou je het nou vol? Het heeft ook erg te maken van, heb je ruimte in je hoofd om eraan te werken? Ja. En als je continu 120 e-mailtjes nog moet beantwoorden en allerlei dingen moet doen, dan kan het tot hier komen. Dan heb je letterlijk geen ruimte om aan die supermooie dingen te gaan werken. Ja. Dus waar wij heel erg in geloven en waar we het net over hadden, vond ik heel mooi, is hoe krijg je rust, overzicht en controle, zodat er ruimte ontstaat voor je voornemens, je doelen, je strategische plannen, aan je business werken in plaats van in je business werken, een boek schrijven, etc. Ja, dit is dus een belangrijke stap van goed voornemen, dus wat heel veel mensen hebben. Voorwaarden. Je hebt een goed voornemen, maar nu moet je actie gaan ondernemen. Hoe? Ja, hoe? Hoe? En dat is waar, ja, hoe de fuck gaan we dit doen? En je had een mooi idee. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren om dat rust, overzicht, controle, dat soort woorden die ik heel vaak gebruik. Ik vind dat gewoon heel, dat lijkt me echt zo'n ideaal situatie. Ja. En een van de manieren hoe je dat zou kunnen bereiken, is wat wij focusblocks noemen. Pomodoro ken je ongetwijfeld, eigenlijk hetzelfde. En wat je daarmee doet is een focusblok van 25 minuten of 30 minuten, waarbij je aan één taak werkt met één doel en een deadline. Ja. Eén applicatie. Ja. That's it. Super simpel eigenlijk. Maar het is wel, het creëert een soort gewoonte om je echt te focussen. Want anders ben je heet op druk. Ja. Maar ja, druk en productief, niet helemaal hetzelfde. Ga je eigenlijk alsnog of daar naar huis. Ja. En er is een app voor, misschien ken je hem, weet ik niet. Het is Forest. Ik zal hem erbij pakken. Ja, vet. Die heb ik tijdje geleden gehad. Ja. Je hebt ook een Chrome plugin ervoor. Dus we zullen allebei even die dingen hieronder linken. De Chrome plugin en de app. Ja, deze is betaald. Maar ik ben voorstander van de telefoon app. Maar de Chrome variant is gratis. Ja. Het is super simpel. Het is een boompje met een timer. Die kan je verlengen of verkorten. Maar 25 minuten is wel goed. Ja. En op een gegeven moment gewoon telt hij af en dan plant je een boompje. Ja, en als je cancelt, dan kill je de boom. Ja, dat ga ik nu dus dat wil ik niet wat doen eigenlijk. Maar jij gaat het nu ook voor de mensen doen. Anders gaat mijn punten naar de kloof. Ja, precies. Oh ja, je kan ook punten. Jij hebt een goede score? Maar, ik heb best een goede score. Nee, zal ik zo vertellen. Ja. Maar shit, we gaan van rot naar Mark. Die 25 minuten telt dus af naar 0 uiteindelijk. Ja. En ondertussen groeit er dus een boom. Ja. Maar als jij ondertussen op je telefoon gaat klooien, then you're killing the tree, dan ben je af. Ja. Maar als je niet op je telefoon gaat klooien, je bent gewoon met die ene taak bezig, met één doel, één applicatie, et cetera. Gewoon op je computer, bijvoorbeeld een Word document, Google Docs voor het schrijven van je boek of wat je ook zou willen. Ja. Dan krijg je 9 punten. Ja. Wat cool is, als je dat allemaal volhoudt, op een gegeven moment bij de 2500 punten, moet je dus even wat boompjes planten, maar dan plant deze organisatie... Echt een boom, ja, dat is kicken. Hoe cool is dat? Super kicken, Dus dat is deze app. En dit is gewoon een hele simpele manier om ook je concentratiespier een beetje te trainen, zodat je weer rust, overzicht, controle krijgt. Ja. En daardoor ruimte voor je voornemens. Ja, tof. Zo, ik ben op weg naar Café de Plantage. Where else? Dat is tegenwoordig de nieuwe hotspot voor mij in plaats van Hoxton. En Spencer zit er al. Ik ga samen met Spencer deze middag verder met het designen van die sessie die we in Lissabon hebben voor Atradius Collection. Mega druk is het altijd. Plantage. Als je dus rond lunchtijd in een plantage gaat afspreken, moet je eigenlijk wel zorgen dat je een tafeltje hebt gereserveerd. Hebben wij niet. We hebben ons nog een hele goede plek, de Spencer trouwens. De Spencer gaan erover denken wat we gaan eten. En we gaan hier zo dadelijk aan de slag. Jeetje jongens, ik lig er gewoon helemaal af. Het is 6:55. Ik heb de hele middag samen met Spencer de sessie gedesigned. De structuur van de presentatie. Je ziet hier allemaal post-its. Het is eigenlijk de structuur van alle slides en van eigenlijk de hele training die 3,5 uur doet. Ik ga morgen de hele dag een presentatie ervan maken. Maar nu lig ik gewoon helemaal af. Het is vrijdagavond.
pijp verzeven. Een soort voorbereiding voor het vaderschap of zo. Of niet. Ik weet niet. Ik pak nu alvast mijn slaap voor wanneer we team no sleep zijn over een half jaar. Iets anders. Tussendoor binnengekomen, wel leuk. Is een pakketje. Een nieuwe boeken. Dames en heren. Eén boek waar ik heel erg naar uit heb gekeken, had ik waarschijnlijk nog even gelezen voordat ik in slaap val. The Daily Stoic van Ryan Holiday. Ryan Holiday is heel lang geleden de marketeer geweest bij American Apparel, wat nu niet meer bestaat. Hij heeft heel veel boeken geschreven over marketing en dergelijke, maar hij heeft dus ook The Daily Stoic. Vet, vet boek. Over stoïcisme. Van al een hele dag zesje. Uiteraard een klassieke The 4-Hour Workweek. Ik had hem digitaal, maar ik wil hem gewoon... Ik hou gewoon van... Heb je dat ook? Ik heb een e-reader, maar ik lees gewoon zo graag gewoon boeken. Gewoon... Fysiek, wat je op een bedje kan liggen als je de zee in springt en niet terug te maken of nat wordt. En, oh ja, Start With Why, Simon Sinek. Ook een soort van classic ondertussen. Het is een TED-talk. Misschien heb je hem nog niet gezien. Zeker even checken. Het is een van de meest bekeken TED-talks all time. Het staat in de top 10. Simon Sinek, Start With Why. De TED-talk heet niet Start With Why, maar het concept dat hij uitlegt gaat over Start With Why. Dat heel veel bedrijven wel weten wat ze doen en hoe ze doen, maar eigenlijk niet zo goed weten waarom ze het doen. Hun purpose, hun reden van bestaan. Nou, ook een belangrijk iets wat heeft te maken met cultuur. Waarom is dat bedrijf ooit gestart waar jij werkt en wat doe je nou eigenlijk met z'n allen? En met Start With Why, hoe draagt op jouw niveau jouw werk bij aan het grotere geheel, aan de purpose? Dat is een vraag die je zelf altijd kan afstellen als je naar een bedrijf werkt. En goede bedrijven, die kunnen dat heel goed uitleggen aan je en die laten het je elke keer ervaren. En dan snap je, oh fuck, ik ben echt part of a movement en ik wil hier gewoon blijven, want we maken vette dingen. Want dat doen we omdat we dit willen verbeteren in de wereld. En dat mag ook iets commercieels zijn, maar dat is dus... Wanneer je duidelijk als leider de why op het vizier hebt. Anyhow, dat zijn de drie boeken. Ik ga beginnen met de Daily Stoic. Maar ik ga nu alvast zeggen, welterusten. Ciao. Yes, en de zaterdagavond. Het is 9:55. Gisteren goed geslapen, maar ja, vandaag is niet heel veel anders dan gisteren. We zitten nog steeds op dezelfde plek. Ik ben nog steeds bezig met de presentatie voor onze sessie in Lissabon over anderhalve week. En vanavond gaat niet heel veel anders worden. Dus ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. Ik ga de komende uur nog wel even door. Vond je dit tof? Doe even een duimpje omhoog. Überhaupt, als je niet geabonneerd bent, zou ik het heel erg waarderen als je wil abonneren. Heb je daar geen zin in, is het ook helemaal goed. Ik wens je een fantastische week toe. Ciao!